Dag iedereen. Vandaag ga ik koken met mijn dochter, Riese. Nu, met de winterdagen, het is wat kouder buiten, dan eten we graag 's morgens in plaats van yoghurt met fruit en granola, ook wel graag iets warms. Wat eet jij wel graag? Pap! Ja, havermoutpap bijvoorbeeld, of boekweitpap, of rijstpap. Nu, we wouden het eens wat feestelijker maken. In plaats van altijd pap dat we dat maken in een tasje, in een kommetje, met wat fruit. We wouden het wat mooier gaan presenteren. En dan dachten we, gaan we eens een ontbijttaart maken. Ja, met pap dus daarin. Dat is trouwens jouw eerste taart geweest die je hebt meegenomen. In de crèche heb ik die gemaakt voor de kindjes. En dat was wel een succes. Dus dat is voor de allerkleinste. Nu, je hebt daarvoor een taartbodem nodig. Je kan het jezelf gemakkelijk maken, zoals ik. Ik heb gewoon een kant-en-klare taartbodem genomen, die glutenvrij is en ook lactosevrij voor ons. Dit is natuurlijk wel een pizzadeeg, ja, van Herta. Ik heb dat nu gebruikt voor een zoete taart. Het zal wel geen ramp zijn. Het is geen kruimig deeg. Wil je graag zelf een deeg maken? Dat kan. Ik heb een receptje staan, namelijk de zomerse fruittaart. En daar heb ik een heel gemakkelijk receptje ook voor de bodem. Dus dat kan je perfect zelf maken. Heb je eigenlijk maar twee ingrediënten nodig. Dat is meel en boter. Of ik heb kokosolie dan gebruikt. Of kokosvet. Dat is niet heel gezond, maar boter natuurlijk ook niet. Maar oké, ik heb een kant-en-klaar deeg gebruikt. Ik heb mezelf makkelijk gemaakt. Ik heb dat in een taartbodem gedaan en ik heb dat afgebakken. Ik heb dat blind afgebakken. Ja, ik heb er wat gaatjes in geprikt, dat dat niet te hard naar boven gaat. Dus dat is al afgekoeld, dat is afgebakken. Voor de vulling gaan we dus een pap maken. Wij hebben gekozen voor rijstvlokken. Een pakje tonen. Dat zijn de rijstvlokken van Meesters van de Halm, die zijn glutenvrij. Maar je kan even goed ook boekweitvlokken gaan gebruiken, havermoutvlokken, wat je eigenlijk in huis hebt. Dat maakt niet uit. En ik heb die bereid in kokosmelk. Ja, ik zag die staan. Ik dacht, ik ga deze eens proberen. Is het ook vrij lekker, hè? We hebben hem geproefd, hè? Eigenlijk heel simpel, zoals je gewoon havermap of andere pap zou maken. Ik heb één kopje genomen. Een kopje trouwens, mensen, als je dat ziet in de recepten, dat is gewoon 250 milliliter. Hè? Dus hier kan 250 milliliter in. Ik heb één kopje vlokken genomen. Ja. En normaal gezien zou je daar drie kopjes melk bij moeten doen. En dan laten koken, goed roeren tot het ingedikt is. Wij hebben weer een twist gedaan. Wat hebben we er nog bij gedaan eigenlijk? Waarom zit het zo oranje? Pompoen. Ja, ik heb pompoen moes of puree gemaakt. Ik ga het jou tonen, het is heel glad. Zie je? Heel simpel, gewoon een butternut pompoen. Ik heb maar een vierde of een derde ervan gebruikt. Schillen en stomen. En daarna mixen met een klein beetje van het vocht dat er nog bij is. Tot een gladde puree. En daarvan heb ik ook een kopje bij de bereiding van de pap gedaan. Waardoor ik dus 2,5 kop van dit heb genomen. 1 kopje pompoenpuree en 1 kopje van de vlokken. Dus dat heb ik dan geroerd. En dan krijg je eigenlijk een vrij dikke pap die nu aan het afkoelen is. Zie je? Je kunt het weinig zien. Ik ga het met de lepel doen. Zie je? Dat is de pap. Ja. Ik weet het voor degenen die niet echt liefhebbers van pap gaan zijn. Dan gaan die zeggen van, ziet dat eruit? Maar het is echt wel heel lekker. Om te zoeten heb ik een beetje agavesiroop erbij gedaan. Hoeveel, dat is naar eigen smaak. Let op, de pompoen is ook vrij zoet. Hou je niet van die pompoen, wil je er geen groente bij, laat het dan gewoon weg. Ja? In plaats van pompoen kan je er ook zoete aardappelpuree in doen. Of wortelpuree. Een rode biet, dat gaat ook. Dus je moet maar eens experimenteren. Wil je geen zoete taart, wil je iets voor als lunch maken, doe exact hetzelfde. Laat de agave weg. En voeg gewoon wat gesneden gare groentjes eraan toe. En dan heb je eigenlijk zoals een quiche, eigenlijk een groentetaart. Met
ook nog uw pap of uw havervlok of uw rijstvlokken. Dus wat gaan wij nu doen? Wij gaan nu de pap in de taartbodem doen. Dat is misschien moeilijk om te zien als ik hier bezig ben. Dus je ziet het. Ik ga die eventjes gewoon eruit spreiden. En we gaan die laten afkoelen. Dus morgen vroeg gaat dat helemaal opgesteven zijn en klaar. Dus het is ideaal om op voorhand te maken. Of als je eens bezoek hebt. Natuurlijk moet je wel zeker zijn dat de mensen graag zoiets eten. Nu, ik kan u zeggen, het gaat een beetje op een rijsttaart lijken. En wat ook heel lekker is om daar een vanillestokje bij te doen. Ik denk dat heel de pap erin gaat gaan in mijn bodem. Ik ga straks ook laten zien. Ik zal de camera dan eventjes van zijn statief nemen. Hoe de taart er dan nu uitziet. En morgen zullen we een foto trekken van het uiteindelijke resultaat als het opgesteven is. Qua versiering, ja, vers fruit kan je daarop leggen. Zeker als het een ontbijttaart is en het is een zoete versie. Een beetje pindakaas, een beetje nootjes erover. Wat kokosschilfers, want we hebben nu met kokosmelk gewerkt. Allemaal mogelijk. Het is heel lekker. Het is eigenlijk een rijstepaptaartje. Ben je een fervent sporter? Heb je een lange tour op de fiets of voor te lopen gepland staan? Is dit ook ideaal om ervoor te eten? Het zijn koolhydraten, gezonde koolhydraten. Voor, allee, ja, gezond. Ja, in dit geval wel, want het is een vezelrijk deeg en het is rijstpap dat we erbij doen. Als je niet zo goed, als je een grote sportprestatie moet doen en het, je darmen spelen dan soms wel op, dan zou ik wel aanraden om op te letten met de vezels natuurlijk, maar rijstpap is wel ideaal daarvoor. Voilà, nu gaan we eventjes de pot hier opzij zetten. Ik ga de camera pakken en dan kunnen jullie eens kijken, want het ziet er fantastisch uit. Het gaat super lekker zijn, dat weet ik nu al. Even tonen, hè. Zo. Ik ga het gewoon, ik kan misschien beter het bord opheffen. Zien jullie? Super lekker. Dus dit is nog warm. Die gaat verder afkoelen. Dit gaat opstijven. En dan hebben wij een lekkere rijstetaart. Zo, ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Een heel gemakkelijk receptje. Heel leuk ook voor mijn jonge kindjes te maken. En als je bezoek hebt, je kan dat op voorhand maken. Ook voor als ontbijt. Heb je al voor een aantal dagen al ontbijt. En het is een beetje anders dan een gewone havermout of rijstepap die je 's morgens zou eten met fruit. Het is een beetje feestelijker. Veel plezier ermee, veel succes. Laat me weten wat jij ervan vindt. En voor de andere receptjes, kijk eens op mijn blog. Daar staan er een aantal op. Ook voor de bodem van een taart, om die zelf te maken. Dan moet je kijken naar mijn zomerse fruittaart. Oké, bedankt iedereen en tot de volgende. Tot ziens!